De Voorstraat in Woerden was 70 jaar geleden het decor van een groot feest. Nou, je moet je voorstellen dat op een bevrijdingsdag vanuit Harmelen de Canadese tanks, mini-tanks en de soldaten hier eigenlijk aankwamen rijden en zo de Voorstraat instormden. En dat heel Woerden uitliep om de bevrijder te ontmoeten. Moeders en kinderen, gezinnen, groot en klein. Ze reden eigenlijk door naar het oude stadhuis, naar de andere kant van de stad, waar de verzetsgroepen hen opwachten. Fotograaf Hans van Ommeren weet alles van de oorlogsperiode in Woerden. Hij verzamelde de afgelopen jaren tientallen oude foto's om er een speciaal fotoproject van te maken. Op 10 plekken in Woerden hangen foto's die laten zien hoe het er toen uitzag. Van Ommeren wil dat de herinnering aan de oorlog levend wordt gehouden. Als je nu in Aleppo kijkt, de kleine jongetjes van 4, 5... die bukken voor de fluitende kogels en zien hun ouders voor hun ogen vermoord worden, dan denk ik van het is altijd goed om het uit te leggen dat we die kant niet op moeten. En dat vrede en veiligheid en voor naar elkaar omzien eigenlijk een betere boodschap is. Naast de feestfoto's van de Voorstraat zijn er ook bij het kasteel oude foto's neergezet. Het oude verdedigingswerk was in de oorlogstijd thuisbasis van de ortscommandant. Ook was het een ziekenhuis voor gewonde Duitse soldaten. En het verhaal gaat ook dat de verzetscommandant met deze commandant het op een akkoordje had gehoord: wij houden ons rustig als jullie ook rustig houden. En daarom is er in Woerden wel verzet geweest, maar niet echt fanatiek of echt dat er doden vielen. Er zijn natuurlijk wel razzia's in Woerden geweest. En die werden georganiseerd vanuit het kasteel. Een schitterende foto. Een stukje verderop staat Villa Rijnhof, recent helemaal opgeknapt. Dit was de woning en de praktijk van dokter Schrijver. Hij was van Joodse afkomst en hoofd van het Woerdens Verzet. In de laatste periode van de oorlog zat hij ondergedoken, tot de Canadezen kwamen. Hij heeft direct na de bevrijding ook de Woerdense bevolking bij elkaar geroepen. En in de deur van het Stadsmuseum bij de oude Peterskerk heeft hij de Woerdense bevolking toegesproken. Dat is een cruciaal moment in Woerden geweest. Hij heeft dus altijd gekozen voor de Woerdenaren. Hij heeft zich echt door dik en dun verzet. Daarna is hij weer een heel trouw huisarts geworden en was hij weer een onderdeel van de Woerdense samenleving. Eind mei verdwijnen de foto's weer uit het straatbeeld van Woerden. Maar er zijn voorzichtige plannen ze in de toekomst permanent tentoon te stellen, zodat de herinnering aan de oorlogstijd in de Kaasstad altijd zal blijven bestaan. Dit is Woerden.tv. Woerden.tv heb je altijd als eerste het nieuws uit Woerden. Mis niets. Kijk Woerden.tv.